En dan gaan we nu even kijken naar hoe je gebruik kunt maken van de timerfunctie om een opname te maken. Telefoon opstarten, uiteraard. En dan profiteren we gelijk van het gemak dat de app van het foto zoals ik hierin vindt, hoeven niet te gaan zoeken waar die verder zit. Activeren de app en we zijn al klaar om een foto te maken. Even uitkijken dat hij hier in de stand foto staat, een stukje wat opgelicht wordt, kan hem ook in andere standen. En vervolgens gaan we op zoek naar de timerfunctie. Deze drie streepjes hierboven rechts noemen we het hamburgermenu vanwege de laagjes die daar zitten. En in heel veel toepassingen is dat hamburgermenu een terugkomend symbool en doorgaans verwijst dat ook naar het hoofdmenu. Hoofdmenu betekent dat er een aantal menus onder zitten. Ik klik erop en jawel, ook hier zien we dus dat er verschillende menus onder zitten. Beeldformaat boven, maar dat laten we even voor wat het is. Maar het tweede niveau hier zien we het klokje staan waar ik er straks naar verwijs, hè, met één of twee wijzers. Doorgaans is dat de verwijzing naar de timerfunctie. Bij dit toestel hebben we de mogelijkheid om de timer in te stellen op 3 seconden, of op 5 seconden, of op 10 seconden. Vergeet niet om, als je de timerfunctie wil uitschakelen, bij een volgende foto hem terug op uit te zetten hier. In dit geval staat hij op 3 seconden. Het enige wat je nog hoeft te doen nu is te klikken op foto en de foto wordt gemaakt. Ik zal het even laten zien. Ik tel af. En dat was de foto. Nog een keer.